Ik ben Ranko Hamerlink van Lucht om Hals Architecten. En ben eigenlijk projectleider geweest op het project waar we nu staan. En dat is Kerkstraat 25 in Portugal. En dat is een historische boerderij op een terp. En die boerderij die was een aantal jaren geleden in zeer slechte staat door jarenlang eigenlijk geen onderhoud. Vanaf 2017, 2018 is die gerestaureerd. Heeft ook een nieuwe bestemming gekregen. Dat wil zeggen dat er een aantal woningen ingebouwd zijn waar gezinnen komen te wonen die ook pleegkinderen opnemen. Wat de uitdagingen zijn, zou ik misschien het beste kunnen illustreren aan de hand van een paar voorbeelden. Bijvoorbeeld de grote kap van de schuur, waarin ook de algemene ruimte is ondergebracht. Het is natuurlijk ook een dak wat zowel aan de buitenzijde als aan de binnenzijde een monumentaal karakter heeft. Eigenlijk is dat riet wat je aan de binnenkant zag, dat is al een isolatiemateriaal wat men vroeger aanbracht. Men noemt dat dan een balaatwerk en dat wil zeggen dat men heel erg dicht op elkaar geperst riet tussen de houten balken van de dakconstructie aangebracht had. Juist ook om op die manier te isoleren. Dat rietpakket is voor een deel is dat weggehaald, maar niet helemaal, zodat je als je nu binnen staat toch dat riet ziet. En het gedeelte wat we daarvoor hebben weggehaald, dat hebben we vervangen door een hoogwaardiger isolatiemateriaal. Een ander voorbeeld zijn natuurlijk de historische kozijnen. Die zijn gehandhaafd. Ook helemaal met een detaillering gerespecteerd. We hebben ook geprobeerd om inderdaad eigen energie op te gaan wekken. We hebben dus op het bijgebouw energieopwekkende dakpannen toegepast. Allemaal hele kleine zonnepaneeltjes die zijn aangebracht op de pan zelf. Op de lange termijn gaat dit natuurlijk schelen in de energiekosten. En ik denk dat dat zeker niet onbelangrijk is, ook bij monumenten, in het comfort van de gebruikers. Ik denk dat het verstandig is om er in ieder geval een goede adviseur bij te halen. Het belangrijkste winst kun je eigenlijk toch aan de voorkant boeken door goed na te denken over wat eigenlijk de wensen zijn enerzijds. En ook de mogelijkheden zijn die het gebouw biedt. En daar zit bij monumenten ook gewoon een heel groot stuk techniek en maatwerk aan vast.